De examens staan weer voor de deur. En dus kunnen de leerlingen zich weer bewijzen. Maar hoe bereid je je voor op de examens? Thuis veel leren natuurlijk, veel oefenen. En ook op school gewoon bezig zijn met toetsen maken, examentraining volgen. En op tijd vragen stellen als het nodig is. Sinds de vakantie ben ik wel veel dagen al gaan leren. En dat gewoon gespreid over de dag. Maar ook ondertussen pauzes genomen en leuke dingen gedaan. Zodat je ook ontspannen bent. En niet te veel stress voor het examen. Nog even heel belangrijk. Als je zometeen in de zaal zit, hè, dan ga je al je spullen weg doen. Dus nu eerst alle spullen gaan van de tafel, tas eraf. Om de leerlingen te helpen met de examens worden er ook examentrainingen gegeven. Maar hoe belangrijk zijn die trainingen voor de leerlingen? Dat is heel belangrijk, want juist dan ga je heel erg in op de techniek van het vragen beantwoorden. Hoe worden de vragen gesteld? Wat is de achterliggende gedachte? En hoe moet je ze nou goed beantwoorden? Dus stel je voor, ik heb op D66 gestemd omdat ze heel veel doen op het gebied van onderwijs. En omdat ze goede gedachten hebben over de rechtsstaat. Maar ik ben tegen een referendum. Ja, die trainingen zijn ervoor zodat je ook gewoon deels leert hoe het is om een examen te moeten maken. Want dat kan je op school doen, maar ook thuis. En het is voor onderwerpen die je nog niet goed begrijpt, dat je extra bijspreekt. Zo kan je ook oefenen en hoor je ook vragen van anderen waar je heel veel aan hebt. En je hoort ook een beetje wat is belangrijk en hoe moet ik de vragen aanpakken. Ik heb een heel abstract vak, hè, maatschappijwetenschappen. Dus meestal inhoudelijke vragen, maar zelf train ik ze heel erg op de techniek van het beantwoorden van de vragen. Want het is heel belangrijk dat ze bijvoorbeeld de juiste termen gebruiken in hun antwoord. Ja, tips en trucs voor leerlingen is toch echt nu ook gewoon heel goed gaan stampen. Rijtjes stampen, functies stampen, taken stampen, definities stampen. Nu moet je moet het nu snappen en nu is het tijd om echt heel hard te gaan werken om het ook op te kunnen lepelen zometeen. Ik ga proberen met een 8-0 te slagen, maar voldoende zijn ook goed, toch? Dus, ja.